Is mijn oog dik? Is mijn oog dik? Is alles wat je ziet dik? Dik, zo dik! Wel het toilet. Die douche loopt. Goedemorgen. Welkom op een nieuwe vlog, op een nieuw avontuur. Wat een serie. Wat een serie. Ga er een mooie dag van maken. Ga ik ook doen. Welkom. Dus dit is het beeld wanneer je seks met mij hebt. Ik lig bovenop je. Wel. Welkom. Welkom. Ik moet gaan prikken. Of ik moet bloedcontroles gaan doen. Wel ben ik laat. Waarom moet ik als eerste in de rij gaan staan? Of vervolgens een half uur moeten te wachten? Jullie denken dat ik grap maak met mijn slaap. Weet je wat een half uur verschil maakt? Het is juist in die laatste half uur dat die shit gebeurt. Dan ga ik geen haast maken om op te staan. Goedemorgen hoor. Ik kan niet live komen om jullie goedemorgen te zeggen. Dat is verschrikkelijk. Het hoeft ook niet altijd live. Hè? Niet alles hoeft live te gebeuren in die Libby. Live is exclusief. Ik moet wel even mijn shirtje aantrekken natuurlijk. Jezus. Ai, ai, ai. Hoe laat is het nou? Even kijken hoeveel mensen nog in de rij staan. Er staan nog mensen in de rij daar. Wacht hoor, ik moet even die camera hier zetten. Ik op je ook. Niet zo mooi. Kijk hoe mooi ik ben. Hallo. Even dit. Zo doen. Dit zo doen. Zo en zo en zo. Helaas, aan het doen. Soms moet je maar even niet willen doen. Zo, een nieuwe video staat lekker online. Heel fijn. En ik kan jullie mooi gaan bekijken. Het gaat over Pom. De Surinaamse Pomblik. Hoe hoor je te maken? Hoe maak je Pom? Hè? Welke blik gaat uiteindelijk die hele bende? Die ovenschaal en zet je klontjes erop? Ja of nee? Klontjes boter. In ieder geval, laag tegen de vlakte. Het staat online. We gaan er maar lekker naar kijken. Ik moet me gaan melden wat ik echt gaan wegen. En gaan slikken met medicatie en mijn vitamintjes. Bye bye! Tot zo! Zo. Nou, god. Ik had mijn gordijn nog niet open gedaan. Dag iedereen! Hallo buitenwereld! Hoe jullie zo in mijn ponette kunnen kijken hier van de overkant. Iedereen kijkt zo naar binnen in mijn kamer. Hi, hi. In mijn ponette. Dan loop ik in mijn naakte expressie soms voorbij. Je moet wat te zien hebben aan de overkant, hè. Oh, ik dacht, ik kom heel even met jullie praten, omdat ik heel even moet acclimatiseren, hoor. Wat een heftige gesprekken toch vandaag. Wat ervaringen, wat mensen aan het delen zijn hier. Oh, heftig, heftig, heftig. Heftig. Heftig wat bepaalde drugs met je kunnen doen, man. Wow. 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 Kijk, een detox is voor niet iedereen hetzelfde. Echt waar. En bepaalde drugs.
is niet makkelijk, man. Ja, bepaalde druk is niet makkelijk, man. Jemig. GHB. GHB. Jezus. Er zijn dus mensen die moeten afkicken van het gebruiken van GHB mensen. Oké, je mag je drugs gebruiken, doe wat je wil. Maar wat ik hier intern hoor en zie, wanneer je verslaafd bent geraakt aan GHB, kun je vriendelijk verzoeken die tweede drugs van keuze te gaan beginnen te gebruiken vanaf vandaag. En die GHB langzaam los te laten. Als je daarvan moet afkicken. Dus als je hoort toch, die persoon heeft een terugval gehad en is dood. Oh. Kijk, hier in Jeline Kliniek hebben we de afspraak dat we mensen hun verhalen niet op straat gooien. En jullie zijn ook niet hier om geïnteresseerd, hopelijk, om andere mensen hun tory te horen. Ik praat hier echt exclusief over mijn eigen verhaal. Ik ben echt aan het checken hier van wat ik allemaal gehoord heb, wat ik hoor, wat hier gedeeld wordt. De ervaringen van de medewerkers en de verpleging. Wat de medecliënten ervaren in hun story. Daarom heb ik jullie gezegd, ik wil dit niet in mijn eentje doen. Omdat ik heel erg geloof in de kracht van ons. Van wij. En ik beproef dat niet altijd. Ik vind het prettig om mijn zaakjes in mijn eentje op te lossen. Of lekker, weet je, de regie te kunnen houden. Of het nou een klein dingetje of een groot ding. Maar van dit heb ik gezegd, ik ga mezelf in de omgeving plaatsen om, in de hoop om iets te leren. Iets meer ook te kunnen leren in dit proces. En nu word ik een beetje overdonderd zelfs. Echt overdonderd. Wat is dit goed. Vandaag hebben we nu net weer twee nieuwe mensen. Volgens mij één of twee, want gisteren zijn twee mensen niet gekomen. De woensdaggroep of zo. Maar jemig, mensen. Oh. Verslavingsproblematiek is niet een grapje. Is niet een grapje. Is niet een grapje, mensen. Verslaving is geen grap. En dan kan ik niet zeggen, dan zit ik hier met mijn alcohol en mijn wiet. En mijn sigaretverslaving. Zogenaamd, het is niet niets hoor. Wel, het is het fundament. Want ik heb het vermogen om ook aan die GHB verslaafd te raken. Of ook aan die crack, of ook aan die heroïne. Of ook aan te veel eten, of ook aan pimba. Of ook aan de hele dag een lepel likken. Alles kan. Het vermogen en verslavingsgevoeligheid zit al eenmaal in je. Of het zit niet in je. Of je kan ermee spelen of je kan er niet mee spelen. Maar met Jesus. Mensen, ik ben zeer blij dat ik hier ben. Ik ben zeer blij dat ik deze hele grote stap heb genomen. Misschien een beetje een te grote stap. Maar naarmate ik hier steeds langer ben, rechtvaardigt het echt dat ik hier had moeten komen. Want ik had dit absoluut niet willen missen. Ik had dit absoluut niet willen missen. Ik voel me ontzettend gezegend en blessed dat ik in deze positie ben om op deze manier geholpen te worden en aan mezelf te kunnen werken. Jemig. Ik ben echt even stil. Ik zie je zo. Weet je hoe aangebrand ik ben? Jezus, wat slecht. Dus ik mijn zus vraag om iets voor me te brengen hier. Want die computer van me die werkt niet goed. Mijn schijf is kapot. Ik heb een nieuwe schijf, toch? Dus ik vanmiddag regel dat ze me harde schijf kon brengen. Deze Kubi pakt gewoon iets randoms uit die la waar ik erin heb gestuurd. Een powerbank. En brengt helemaal van mijn huis een powerbank. Met kabels wat ik niet eens heb gevraagd.
Dus ze moet nog een keer terug heen en weer. Ik ben zo geïrriteerd. Ik ben zo gezagrijnig. Weet toch, als je verder wil gaan, je zit te wachten op iets. Je kan, normaal gesproken regel je dingen zelf. Ik zeg nog, bel me. Maar ze had mijn bericht niet gezien dat ze me moest bellen. Wel, ze liegt dat ze mijn bericht had gezien. Nou, nu mag je nog een keer terug gaan. Jee, mag, lijkt dit op haar de schijf? Is dit een doos? Zit dit in een doos? Huh? Dom? Zit het in een doos? Ik was vergeten die foto te sturen, toch? Maar ik wist precies, weet je hoe lang ik heb gegoogeld om een foto te vinden van die type harde schijf wat ik heb in die doos, dat ik het kan sturen. Van, ai, zo ziet die doos eruit. Ik heb een hele kamerbericht gestuurd met het adres waar ze naartoe moet gaan, maar ik ben vergeten die foto van die doos te sturen. Vind je het gek dat je met een battery pack aankomt, een powerbank aankomt? Mensen, over een uur is dat ding hier hopelijk. En dan kan ik verder met mijn leven. In ieder geval alles wat alles... Ja, dat is gewoon kenmerken van het detoxen, toch? Je gaat snel naar irritatie. En vooral dingetjes, kleine dingetjes die je normaal gesproken zelf oplost, moet je nu overlaten aan andere mensen. Ik weet niet, je snapt hoe zwaar geïrriteerd ik ben. Ik ben wel blij om mijn zus te hebben gezien, maar je komt met powerbank. Wat is dit? Je weet zelf dat dit niet een schijf is, een harde schijf. Je weet zelf dat een harde schijf van een laptop breder is dan dit. Dan. Iguascoro of Dusan. Is dit een harde schijf? Zien jullie, lijkt dit op een harde schijf? Je hebt het letterlijk in je hand gepast. Je hebt gezegd tegen jezelf, is een harde schijf. Waarom? Het heeft USB-poorten. Er staat een powerbank op dit ding. Mijn god. Er staat letterlijk battery pack. Op de achterkant. Battery pack. 20.000 mAh. Je trekt een la open. Dat is het eerste wat je pakt. Afhankelijk zijn is een bitch. En vooral in dit soort situaties. Ik had bol.com willen bestellen. Bol.com was sneller. Ik heb er moeite mee, hoor. Omdat ik echt geloof wat ik je zeg. Toch, ik regel altijd mijn dingetjes zelf. En als ik dingetjes moet uitbesteden aan mensen, komen ze ook klungelig op je dag. Ik word niet ondankbaar overkomen. Maar mensen moeten gewoon zorgvuldig zijn. En dat is het stukje waar ik altijd haat. Wanneer mensen haasten om dingen voor me te doen. Wanneer ik iemand vraag, is het heel belangrijk voor me dat het gebeurt. Maar dan gaan mensen heel haast om dingen te doen. En uiteindelijk is het shit wat ze leveren. Ik zeg het je eerlijk. En daarom heb ik verschrikkelijk veel moeite om mensen dingetjes te vragen. Want. De kwaliteit van hun aandacht is er gewoon niet. Zo denk ik erover. Wel, het zal straks komen. Bye bye. Mensen, ik weet niet wat hier gebeurt. Ik weet niet naar welke panji. Weet dat ding ook alweer? Oh nee, mevrouw. Voorzichtig. Oh, nee. Nou, zo, daar ben ik weer. Inmiddels ben ik wel wat meer afgekoeld, hoor. Maar wat een dag vandaag, man. Het is een hectische dag vandaag, als ik eerlijk ben. Eerder is iemand weggegaan. Er zijn drie mensen weggegaan over de afgelopen 2 dagjes. Dat was dus vandaag en gisteren ook iemand die voortijdig zijn behandeling heeft stopgezet. Dus ja, mensen, ik zeg je eerlijk, aan een makkelijk jaar, hè. Mensen gaan gewoon weg. Mensen vinden redenen om weg te gaan. En ik kan niet oordelen wat ze allemaal. Het is allemaal voor andere mensen dat ze de deur uitrennen en vliegen hier. Om andere mensen hun leven te gaan redden. Dat is in ieder geval wat ik wel met je kan delen. Dat is jammer. Ik ben verschrikkelijk moe. Het is ook verschrikkelijk laat nu. En het is tijd om te gaan slapen. Hoe is het gegaan met de detox vandaag? Op zich goed. Alleen merk ik wel echt een hoog geïrriteerde staat. Dat vorige fragment. Oh. Een hoge geïrriteerde staat. Dat is wat ik merk. Hoe dan ook. Dankjewel. Mijn temperaturen gaat het ook mooi mee. Ik word steeds warmer. Dus dat is een goed teken dat mijn lichaam warm blijft. Maar het is nog niet helemaal uit mijn systeem. Dus ik moet nog een klein beetje meer geduldig zijn. Dankjewel weer voor het kijken. Dat is een mooie vlog. En ik zie je bij het volgende deel. Ik ben Fijne Creator. Like en share. Bye bye.